Maar nog 3% batterij. 2%. Ik moet nog helemaal tot 6 uur 's nachts. Yo, VacuGamers, Lars hier. En ik wil jullie van harte welkom heten bij mijn tweede nacht als nachtbewaker hier bij Freddy's Pizza Paleis. Het is hier altijd gezellig. Het is een feest voor het hele gezin om hier te zijn. Behalve tussen 12 en 6 s'nachts. En laat dat nou uitgerekend de tijden zijn dat de nachtbewakers de werk moet doen. Ik ga voor jullie de tweede nacht als bewaker hier dienen. En waarom ga ik dat doen? Dat ga ik doen omdat ik dat moest doen van jullie. Ik heb op de vorige video gevraagd, moet ik een tweede nacht spelen? En ik moest een tweede nacht spelen van jullie. Dus daar gaan we. Nacht 2. 12 uur s'nachts. Ik denk niet dat je dan een pizza kan kopen. Toch om 12 uur s'nachts? Het zou wel fijn zijn. Als we gewoon... Oh god, oh, daar gaan we weer. Daar gaan we weer. We moeten ze in de gaten houden. Hier zijn ze. Oh god, dan gaat hij weer bellen. Hallo? Hallo? Neem de telefoon eens op. Hé. Hey. We moesten stroom besparen. Hallo? Hallo? Well, listen, zijn ze er nog? Oh god, konijn is nou al weg. Hij gaat weer. Hij gaat weer aan de wandel, konijn. Je lieve heid en ik. Ik ben namelijk een nachtbewaker en de nachtbewaker die zit altijd op zijn plek. Oh god. Ze worden actiever als het donker is. De camera heeft dus een donkere of een blinde vlek. De camera kan dus op sommige plekken niet kijken. Oh shit. Het zou dus zo kunnen zijn dat die beesten in de gang staan, dat de camera's ze niet kunnen zien en dat we ze alleen kunnen zien door de lampen aan te doen. Maar dat kost natuurlijk weer stroom. Het is trouwens 1 uur 's nachts. De konijn staat nog hier. Ik vind dit niet leuk. Waarom moet ik dit nou doen voor jullie? Waarom? De konijn staat daar nog. Freddy en Bob zijn hier nog. Wat is hier verder te zien? Deze doet het niet. Hier is niks te zien. Hier ben ik. Oh god, wat is dit dan voor kamertje? Dit is de badkamer. En zij zijn daar nog. Nou, zolang ze lekker daar zijn, dan vind ik het prima. Dan ga ik wel nadenken over nieuwe pizza's of zo. Als jij nou een pizza zou mogen bestellen, hè, en je zou gewoon echt zelf alles mogen beslissen wat er op die pizza zou mogen. Wat voor pizza zou jij dan laten maken? Laat me weten in de reacties beneden. Als ik zou mogen kiezen... Oh god, konijn is weg. Waar is konijn? Ah! Die was er net niet. Was konijn. We hebben het voor geen meter. Deur dicht. Deur dicht. Konijn is verdwenen. Oh shit, de camera's donderen ook nog uit. Precies wat we nodig hebben. Uitvallende camera's, tuurlijk. Ik snap dat dit een goedkoop pizza restaurant is. Maar dit is toch wel heel... Dit is dat vogeltje. Dat vogeltje is ook aan het lopen. Hij loopt ook. Freddy is ook onderweg. Ik ga dit niet redden, jongens. Ik heb nog 56% batterij. Freddy staat daar. Oh god, de camera's gaan weer uit. Ik vind dit niet leuk. Moet dit nou... Celebrate. Yeah, I only celebrate when you guys are dead. I really do. Waar is dit? Dit is camera 1. Freddy is daar nog. Waar is dat flipping... Waar is dat flipping kutkonijn? Hier is die weg. Ze zijn gewoon verdwenen. Ha! Hij is daar. En de camera's doen weer niks.
Ik heb zo'n groot probleem op dit moment. Ik heb nog 39% batterij. 37. De deuren moeten open. Ah! Deur! Hij staat me gewoon op te wachten. Op de camera. Waar is die? Hij is ook bewogen. Hij loopt ook. De piraat. Freddy is er nog. Freddy laat gewoon... Oh shit, let's eat this. Hij komt eraan. Hij staat hier in deze tunnel. Daar is die weg. Ik ga dit niet redden, jongens. Ik heb nog 17% batterij. 17% stroom. Hij staat in die flipping gang. Ik vind dit niet leuk. Moet dit, jongens? Deur dicht. Ik moet die deur open doen. Wat? Ik hoor hem lopen. Dat beest staat daar. De deuren kunnen open. Ze zijn namelijk heel ergens anders. Maar nog 3% batterij. 2%. Ik moet nog helemaal tot 6 uur 's nachts. Dit is niet leuk. 1%.